Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie hier allemaal zijn. Mijn naam is Marijn Hams. Ik ben projectleider bij Stichting Zorgladder. En ik ga jullie vandaag meenemen samen met professor Marieke Pierik en Wim Dome uit het Maastricht UMC. In een stukje meer doen met data betreffende uitkomstgerichte zorg. Zoals ik zei, ik werk voor Stichting Zorgladder. Ik ga kort heel eventjes toelichten wat Stichting Zorgladder is en wat wij doen. Stichting Zorgladder is een onafhankelijke stichting die zorgorganisaties begeleidt in het meer doen met hun eigen data. Denk hierbij aan wanneer een patiënt meer inzichten krijgt in hun eigen uitkomsten en beter in gesprek kan gaan met hun behandelaar. Of intern bij zorgorganisaties, waardoor door het bijvoorbeeld visueel maken van uitkomsten meer inzichten gedaan kunnen worden over het zorgproces. Verder vinden wij een hele belangrijke rol het verbinden van goede initiatieven binnen de uitkomstgerichte zorg. Er zijn veel goede initiatieven. Het bij elkaar brengen van deze, en dit kan op zorgorganisatie, zorgmedewerker of koepelorganisatie niveau zijn, zien wij een belangrijke rol in om dit verbinden en ook opschaling hierbinnen door heel Nederland mogelijk te maken. Vandaag gaan we het hebben over uitkomstgericht zorg binnen IBD. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease. Dit is een chronische darmziekte waarbij patiënten langdurig onder behandeling van de arts zijn. Hierover zal Marieke straks ook nog iets meer in de diepte gaan. Voor deze aandoening is er een uitkomstenset vanuit het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg ontwikkeld. De bedoeling van deze uitkomstenset is, als elk ziekenhuis in Nederland deze uitkomstenset zou registreren, zouden gegevens uitwisselbaar en ook te vergelijken kunnen zijn met het idee om van elkaar te kunnen leren. We doen dit met een viertal ziekenhuizen, met artsen die gemotiveerd zijn om met uitkomstgerichte zorg bezig te gaan en in het specifieke stukje leren en verbeteren. Ik zag dat er ook een aantal artsen hier in de zaal zijn, dus leuk ook om te zien. Binnen de IBD is er op dit moment nog geen landelijke dataregistratie. Dus we weten ook niet aan de voorkant hoe data uit deze uitkomstenset binnen ziekenhuizen in Nederland wordt geregistreerd en of het wordt geregistreerd. Met deze vier ziekenhuizen die hier te zien zijn, zijn we de uitdaging aangegaan om dat in kaart te gaan brengen. De vraag die we vanuit het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg kregen, was om inzichten te krijgen in de toepasbaarheid en de bruikbaarheid van deze dataset. En samen met de ziekenhuizen die er staan, zijn we dit gaan onderzoeken. Deze ziekenhuizen verschillen in grootte, locatie, universitair of perifeer en hebben ook verschillende EPD's, wat de mix hierbij erg interessant maakt. De uitkomstenset, die dus opgesteld is door het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg, bestaat uit klinische uitkomsten en patiëntgerapporteerde uitkomsten. En we kunnen eigenlijk een tweedeling maken over deze uitkomstenset. Het ene gedeelte gaat over het samen beslissen, het andere gedeelte gaat over het leren en verbeteren. Samen met de groep artsen hebben wij de keuze gemaakt, ook vanwege de grootte van de totale dataset, om ons te gaan focussen op het leren en verbeteren. Binnen leren en verbeteren zijn er 13 vraagstukken. En deze vraagstukken, of ook wel leren en verbeteren, hypotheses genoemd, kunnen inzichten die gedaan worden uit de zorguitkomsten een duiding geven. En kunnen ook verbetermomenten identificeren mogelijk. Wij hebben 5 van deze 13 vraagstukken gekozen, samen met de artsen, om inzichtelijk te gaan maken. Dus hoe worden deze geregistreerd, verwerkt en uiteindelijk ook de vervolgstap te maken van als je dit naar de praktijk zou brengen, hoe zou je dit bijvoorbeeld in een dashboard kunnen weergeven? Deze mooie plaat hier achter mij kun je zien hoe wij bij Stichting Zorgladder met data omgaan. Eigenlijk in 2 gedeeltes te differentiëren. Het eerste gaat echt over het registreren en het tweede gedeelte het naar de praktijk brengen en implementeren. Voor het eerste gedeelte van dit project hebben wij een zogenaamde fitgap-analyse bij de zorgorganisaties gedaan. Dus we kijken hoe data wordt geregistreerd en verwerkt. Dit is echt het eerste gedeelte wat hier omringd staat.
En hoe werd dat aangepakt? We hebben dit aangepakt door bij de ziekenhuizen langs te gaan. Dus een persoonlijke aanpak, één op één, om te kijken hoe wat data in het EPD geregistreerd. Dus hier hebben we met de medische specialisten meegekeken hoe zij data in het EPD registreren. Waar we dan op letten, denken aan, is het veld waar het data in moet worden gevuld, is dat een gestructureerd veld, is dit vrije tekst, waar staat dit, staat het allemaal op één pagina binnen het EPD of verspreid door het EPD heen. Het kan ook zijn dat er wel een gestructureerd dataveld is, maar dat deze in vrije tekst wordt ingevuld om bepaalde redenen. Nou, het is best wel belangrijk om te weten waarom gebeurt dit en wat is de onderliggende oorzaak hiervan. Ten tweede een passend proces. We werken met verschillende ziekenhuizen en die verschillende ziekenhuizen zijn in verschillende fases. Het is voor ons belangrijk ook om ons aan te sluiten op de fase waarin het ziekenhuis zich bevindt, zonder het oog te verliezen op de landelijke missie waar we mee bezig zijn. We begeleiden en ondersteunen dus ook bij het in kaart brengen van de registratie en de verwerking. We zijn dus één op één naar de medisch specialisten gegaan, maar ook naar de IT of BI specialisten van deze ziekenhuizen. Om in kaart te brengen ook hoe data opgeslagen wordt nadat het geregistreerd is. En ten vierde analyseren we dus de resultaten. Wat zijn de overeenkomsten tussen de ziekenhuizen? Wat zijn de verschillen? En wat is het effect hiervan op misschien een landelijke implementatie van deze dataset? We hebben dus de FitGap-analyse gedaan en hier hebben we een aantal resultaten en inzichten uitgevonden. Ik heb er een paar meegenomen die niet alleen, denk ik, voor IBD van belang zijn, maar ook voor het implementeren van andere datasetten. Het eerste is, verschillende EPD's registreren verschillende gegevens. Dus wat ik hiermee bedoel, het kan zijn dat het ene EPD een bepaald dataveld in vrije tekst registreert, terwijl het andere het gestructureerd registreert. In het ene EPD kan een man en vrouw bijvoorbeeld met een 0 en een 1 worden opgeslagen intern, en bij het andere kan het met een 1 en een 2 worden opgeslagen. Dit maakt data vergelijken natuurlijk lastig en het geeft extra ook werk om de data vergelijkbaar te maken. Verschillende registratie binnen de ziekenhuizen. Ja, omdat er dus nog geen gestructureerde manier is van registreren binnen IBD, kan het zijn dat binnen een ziekenhuis artsen data op een andere manier registreren. En je kan je voorstellen dat dit zelfs binnen het ziekenhuis voor data vergelijken lastig gaat maken, maar al helemaal als je het overkoepelend wil gaan vergelijken. Het multidisciplinair werken. We zijn er dus achter gekomen binnen de ziekenhuizen dat er best wel veel aan de ene kant behandelaren, maar aan de andere kant ook de IT en BI-afdelingen van ziekenhuizen aan te pas komen om deze dataset te implementeren en goed te registreren. Het is dus van belang dat iedereen die hierbij betrokken is goed met elkaar blijft praten en dat dit geen losse eilandjes zijn die data naar elkaar toesturen heen en weer. En de laatste, het is heel positief, we hebben dus de dataset bekeken bij alle ziekenhuizen en het meeste van de dataset wordt al wel geregistreerd. Het is alleen soms dus nog wel veel in vrije tekst, maar het feit dat er al zoveel wordt geregistreerd is natuurlijk een erg goede voorbode ook op een landelijke implementatie uiteindelijk. Dan zijn we bij het tweede blok beland, we hebben dus de FitGap-analyse gedaan. Hier hebben we resultaten en inzichten uitgedaan. En wat is dan de vervolgstap? De vervolgstap voor ons is om met de opgehaalde data per ziekenhuis een dashboard te gaan maken om te kijken, we hebben nu dit geanalyseerd, we hebben deze data, maar wat betekent dit nou echt voor de praktijk? Hoe gaat het eruit zien in de praktijk? Waar lopen we tegenaan? Wat gaat er goed? En waar zitten de uitdagingen op dit moment nog? Dus hoe verder? Allereerst het implementeren van een dashboard per ziekenhuis. En het is niet zo dat we een dashboard per ziekenhuis gaan maken dat verschilt van de andere dashboards. Het is voor ons belangrijk, ook met het landelijke perspectief in het achterhoofd, dat de dashboards eenzelfde basis hebben, maar ze kunnen natuurlijk wel iets verschillend eruit gaan zien, aangezien de data per ziekenhuis gaat verschillen, die we aangeleverd ook zullen krijgen. Ten tweede, het delen van resultaten. We zijn continu bezig om onze resultaten te delen met het landelijk programma. En dit zullen we ook blijven doen, bijvoorbeeld ter bevordering van het doorontwikkelen van de datasets. Daarnaast is het ook erg belangrijk om de landelijke visie samen met alle initiatieven die binnen IBD bezig zijn, vorm te gaan geven. We werken op dit moment samen met 4 ziekenhuizen.
Maar juist ook om de andere initiatieven die nu spelen bij elkaar te brengen en het faciliteren van grotere opschaling, kunnen we pas echt tot een goed model komen dat landelijk opschaalbaar is en ook gedragen kan worden door de beroepsgroep. Dan zou ik graag het woord geven aan Marieke en Wim, die wat gaan vertellen over hoe zij hiermee bezig zijn binnen het MUMC. Ja, dankjewel Marijn. Ik ga proberen kort uit te leggen hoe wij met twee dingen proberen om te gaan. Want ik sta hier met twee petten. Samen met Wim zijn wij verantwoordelijk voor zorgpaden in het Maastricht UMC. Dus eigenlijk alle zorgpaden. En mijn hobby is IBD. Ik heb hier ook een aantal collega's zitten. En binnen Crohn en colitis is best een vooruitstrevend ziektebeeld. Dat is een van de eerste complexe ziekten waar ooit een gen voor is ontdekt. En is er best wel een hele lange tradities met grote registries en poelen van grote datasets. Maar hoe breng je nu je landelijke hobby bij elkaar? Ik wil zeg maar uit wetenschappelijk interesse en uit als arts liever samenwerken met mijn collega's in Nederland, maar ook met mijn collega's in Europa. Maar ik werk in Maastricht. En voor de patiëntveiligheid is het natuurlijk belangrijk dat alles wat ik doe vooral daar goed zichtbaar is. Dus daar vanuit, ik probeer die twee perspectieven te laten zien, wat wij proberen om dat bij elkaar te brengen. En ik wil eigenlijk beginnen met dit, waar de minister het ook al over had. Hè. De meeste volwassenen hebben een chronische ziekte. Van de mensen boven de 40 zelfs een heel groot deel 2. Dus die multimorbiditeit is een heel reëel probleem. Dat aantal stijgt en al die mensen met al die ziektes worden ofwel veroorzaakt door of in ernstige mate beïnvloed door psychosociale en leefstijlfactoren. En ook die minder goede gewoontes zorgen dat we steeds meer chronische ziektes krijgen. En gezondheid is dus niet meer de afwezigheid van ziekte, want minder dan de helft van de bevolking heeft altijd een of andere aandoening, maar betekent de status van subjectief fysiek, psychosociaal en sociaal welzijn. Dus het gaat erom of mensen zelf vinden dat ze goed kunnen functioneren en de dingen kunnen doen die ze willen. En kwaliteit van zorg is dan de mate waarin de geleverde zorg de uitkomsten verbetert. Maar welke uitkomsten zijn dat al? We moeten natuurlijk de patiënt centraal zetten, maar we hebben net gezien dat kan niet tegen elke prijs. Dus je moet, als je iets duurzaam wil implementeren, steeds kijken naar de uitkomsten voor alle partijen in het zorgstelsel. De patiënt centraal, maar artsen en verpleegkundigen en klinische eindpunten zijn ook belangrijk. Het typische voorbeeld is een diabetespatiënt die helemaal geen klachten heeft, maar torenhoge suikerspiegels. Die wordt blind en die verliest zijn voeten. Dus die wordt uiteindelijk heel duur voor de maatschappij en waarschijnlijk op lange termijn ook niet zo gelukkig meer. Dus je moet daar samen op sturen, maar je realiseren dat het niet hetzelfde is en dat bespreekbaar maken. Als je dan kijkt naar de zorginstellingen, is kwaliteit vaak de Elsevier-enquête met kopjes koffies in de wachtzaal. Nou, daar worden de artsen en verpleegkundigen niet zo heel gelukkig van als je dan slecht scoort landelijk, terwijl je heel hard je best doet elke dag met je team. En ik denk dat we ook naar de politieke en economische omgeving moeten geven. We hebben het vandaag gelukkig al gehad over werk. He, je mag in Nederland heel veel geld uitgeven om een 85-jarige met kanker een maand ouder te worden, maar om een 16-jarige kroonpatiënt te beginnen met een duur geneesmiddel, zodat hij snel weer beter is, zijn school af kan maken en een leuke job vindt. Daar moet je veel harder voor vechten. En dat klopt niet, want iemand die werkt en die participeert is altijd gezonder dan iemand die ziek thuis zit. Dus dit is het plaatje, gaan we niet heel diep op in, maar IBD, inflammatoire darmziekte, Crohn en colitis, is echt een heel typisch voorbeeld van een chronische ziekte. Een hele complexe achtergrond, een heel wisselend verloop. Dus patiënten of mensen met IBD kunnen al deze aandoeningen krijgen. Sommigen worden ziek als ze 3 zijn, hebben een definitief stoma op hun 18e. Krijgen allerlei akelige verschijnselen buiten de darm. En er zijn ook mensen die maar 1 of 2 opvlammingen hebben in hun leven. En we hebben als arts eigenlijk geen idee hoe het verloopt. We hebben een heleboel geneesmiddelen, maar we hebben eigenlijk ook geen idee wat het beste is. Dus wat we doen, we proberen, we zeggen het veiligste, maar eigenlijk is dat helemaal niet waar. We proberen eerst het goedkoopste, 3 maanden. Als dat niet werkt, proberen we het volgende. Als je geluk hebt, ben je na 3 maanden beter. En als je pech hebt, zijn we 2 jaar aan het zoeken voordat je weer een beetje functioneert. Wat niet zo grappig is als je op je 16e ziek wordt. Maar onze ziektemanagement, dus wat doen we? We willen eindorgaanschade voorkomen. Dat willen we bij suikerziekte, dat je niet blind wordt. Dat wil je bij reuma, dat je niet krom groeit. En bij Crohn en colitis willen we dat je geen abscessen krijgt en geen fistels en geen darmoperaties. En dat doen we door steeds agressiever te behandelen.
door nieuwe geneesmiddelen te introduceren die over het algemeen duur zijn. Hè. 20.000 euro per patiënt per jaar is niet abnormaal in ons vak. Door steeds nieuwe behandeldoelen te stellen. Dus je wil niet alleen maar dat die patiënt zich goed voelt, maar je wil dat hij geen slijmvliesontsteking meer heeft en je wil dat ook langdurig opvolgen. Gaat het dan goed? Dan kom je bij mijn eigen data-interesse. Dit zijn data uit Zuid-Limburg. Dus in Zuid-Limburg volgen we al sinds 1991 alle mensen met Crohn en colitis door dataregistratie in de ziekenhuisinformatiesystemen. En wat je dan ziet, ik heb hier ons cohort in drie groepen verdeeld. Het groene lijntje zijn de mensen die na 2006 zijn gediagnosticeerd en 10 jaar gevolgd. En het blauwe lijntje, dus dat klopt niet helemaal met de kleur. Het onderste lijntje zijn de mensen die de diagnose al in 91 hebben gekregen. En wat je eigenlijk ziet is dat we doen wat de richtlijn zegt. We geven veel meer dure geneesmiddelen, veel meer immuunsuppressiva. We doen dat vroeger. En gelukkig worden mensen nu, het recente cohort, minder vaak opgenomen, minder vaak geopereerd. Maar die ziekteprogressie is helemaal niet veranderd. En de directe zorgkosten na het eerste jaar zijn verdriedubbeld. Dus we doen wat we moeten doen, maar we bereiken eigenlijk niet de doelen die we hebben afgesproken als je echt naar de data op een populatieniveau gaat kijken. Dus waar zitten de kennishiaten? En dit is voor één ziektebeeld, maar dit is echt heel erg gelijk als je naar alle chronische ziektes gaat kijken. We kunnen patiënten niet goed stratificeren. Dus we willen markers hebben om vanaf het begin te kunnen instappen. Bij jou wordt het ernstig, hier moeten we bovenop springen. En bij jou valt het wel mee, dus kunnen we misschien wel zorgen dat we niet al die dure dingen doen. We weten niet welke geneesmiddelen werkt voor patients like me. Dat hebben we ook al gehoord, weten wij ook niet. En we weten eigenlijk ook helemaal niet zo goed of mensen nu echt wel gelukkiger worden van die agressievere behandeling, want we meten geen patiëntuitkomst in de dagelijkse praktijk. En wat we helemaal niet weten en waar we ook nooit funding voor vinden is, wat nu als je veel minder dure geneesmiddelen geeft, maar leefstijlinterventies gaat doen en psychosociale factoren gaat behandelen. En de hele literatuur daarover, en dat ook niet alleen in mijn vakgebied, kleine patiëntengroepen, slecht gedefinieerde uitkomsten en geen lange termijn resultaten, dus ook geen financiering. We weten ook niet wat al die nieuwe behandelstrategieën op lange termijn doen. En als je naar ons populatiegebaseerd cohort zijt, kan je dat wel weten. En we weten ook eigenlijk helemaal niet of zo innovatieve zorgorganisaties, bijvoorbeeld op afstand monitoren, of dat nu effectief is op een populatielevel. En voor het maken van beleid hebben we toch die externe validiteit, wat je per definitie niet goed krijgt met een klassieke randomized controlled trial, heb je die data nodig. Dus we willen voor heel veel redenen, niet alleen voor beslissen in de spreekkamer, maar vooral ook voor maken van beleid en voor het vullen van die research cap, heel graag die zorgdata kunnen hergebruiken. Dat is noodzakelijk voor het terugkoppelen van de uitkomsten in de spreekkamer, uiteraard. Daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Maar vooral ook voor analyses met een hoge externe validiteit, voor het vullen van kennishiaten door quasi-experimenten, voor dingen waar je nooit sponsoring voor krijgt en waar je hele grote groepen patiënten voor nodig hebt. Voor AI, maar ook voor datagestuurde zorg. Maar onze digitale systemen hebben geen strategie voor registratie in het primair zorgproces. Die digitale partners zijn daar eigenlijk of systemen zijn daar slechte partners in, die helpen ons daar niet bij. Er is een enorme variatie in terminologie, content en transportstandaarden. Als we het al hebben, sommige digitale platforms weten het zelf niet eens. Er is een variatie in hoe privacy en security standaarden geïmplementeerd zijn. En wat mensen, mensen zeggen altijd, collega daar, het mag niet van de Europese privacywetgeving, wat meestal niet waar is, maar dan begint iedereen te draaien en uiteindelijk stopt het project. En er is een cultuur, geen consensus over uitkomstenset en case mix variabelen. Iedereen begint bij het specifieke en niemand wil nu dat al oude basisdossiers een keer goed definiëren. Wat eigenlijk nooit veranderd is, toen ik als co-assistent was status, was dat precies hetzelfde wat nu je basisgegevens het zorg is. Maar we doen het allemaal, typen we het in de D-cursus. Er is een hele hoge werkdruk en die registratielast is daar een groot stuk van de oorzaak van. Er is weinig processtandaardisatie hoe je dan met je EPD moet werken. En er is weinig kennis over data science. Dus mensen begrijpen ook niet waarom je dit moet doen. Dus het zit helemaal niet in de opleidingen van zorgprofessionals. Dus wat doen we? We maken geen afspraken over governance en content. Uitkomsten worden niet geregistreerd. Data-uitwisseling in zorgwetwerk is niet mogelijk. We hebben een hoge registratielast.
We doen dubbele registraties. Zoals in alle kwaliteitsregisters zijn dubbele registraties. Dat is gewoon niet houdbaar als je dat niet rechtstreeks uit je primaire systemen kan krijgen. Geaggregeerde analyse is lastig. We moeten steeds kiezen, hè, tussen mijn landelijke IBD-hobby en mijn eigen ziekenhuis. Dat is lastig. En er is een hoge belasting van mensen met multimorbiditeit die dezelfde vragenlijst voor alle ziektes die ze hebben elke keer opnieuw aangeboden krijgen, waardoor ze die niet meer willen invullen. Dus wat we bedacht hebben, en dit is een Maastricht-dia, een model van hoe moet dat nou? En we hebben gezegd, we krijgen iedereen volstrekt ongestructureerd uit ons regionale zorgnetwerk. En eigenlijk willen we al graag meer informatie krijgen in de verwijsbrieven. En liefst discreet, zodat we die kunnen gaan gebruiken voor betere stratificering, zodat die mensen voor de eerste keer op de juiste plek terechtkomen. En dan komen ze in één keer in het zorgpad terecht. En wij doen in die zorgpaden ook heel veel aan patiëntgerichte zorg en B1 taalniveau. Maar nu hebben we het over de data. En dan hebben we gezegd, de klinische data en de kostendata en de data over werk moeten rechtstreeks uit ons ziekenhuisinformatiesysteem kunnen worden gehaald en geregistreerd worden in het primair zorgproces. En we willen van alle patiënten ook leefstijlfactoren en patiëntuitkomsten meten. En eigenlijk moet dat met e-health. En dat kan heel simpel zijn via de patiëntportal een vragenlijst, of dat kunnen hele complexe remote monitoring systemen zijn. Maar als je het doet, moet die data uiteindelijk in ons business warehouse terechtkomen, zodat we die samen kunnen analyseren, in patiëntdashboard zetten, zodat we kunnen gaan sturen met die informatie. Maar ook diezelfde data moet ook in het spreekkamerdashboard komen. Dus één keer registreren, veelvuldig hergebruik, en uiteindelijk wil je die ook ontsluiten voor al die research gaps te vullen. Dus als mensen bij ons een zorgpad gaan maken, moet dat altijd in een team. Dus ik ben het per definitie ook niet mee eens dat je ook verpleegkundige uitkomsten hebt. Ik ben het er wel mee eens dat verpleegkundigen een heel andere expertise hebben van artsen, die ongelooflijk belangrijk is. En dat zij veel meer geschikt zijn om die integrale benadering effectief in de praktijk te brengen. En dan worden de patiëntuitkomsten beter. Maar je hebt dus interdisciplinaire teams nodig die samen definiëren wat de uitkomsten zijn. En dan ga ik. En die uitkomsten moeten in het primair zorgproces geregistreerd worden, zodat je ervan kan leren en verbeteren. En dan ga ik aan Wim vertellen hoe we daar met die multimorbiditeit omgaan. Ja, dankjewel. Ja, inderdaad, Marieke heeft al heel veel ingeleid. Daarvoor hebben wij een MUMC FAIR datacatalogus ontwikkeld. Waarin we op basis van zorginformatiebouwstenen eigenlijk standaard bouwblokken in die datacatalogus beschikbaar maken voor alle ziektebeelden. Die kunnen zelf aangeven van deze zijn voor ons van toepassing. Daarbij houden we altijd de gedachte van 80% moet ongeveer generiek zijn en je krijgt ruimte voor 20% specifiek. Ja, jullie zien hier op het plaatje die datacatalogus, die leidt dan tot een specifiek EPD-formulier per zorgpad, waarin je dus heel mooi op basis van die zips gestructureerd die data vastlegt. En dat is natuurlijk precies wat ik met mijn vakgebied graag zie, want die data kan ik heel makkelijk uit het systeem extraheren en koppelen aan logistieke en financiële data. En als je die data eenmaal bij elkaar hebt, dan kom je eigenlijk pas bij het laatste stukje, het visualiseren in de dashboards. Want dat is vaak het eerste waar mensen aan denken, nou ja, we willen iets teruggeven, we willen zelf met die data aan de slag. Maar al die stappen daarvoor, die zijn natuurlijk van levensbelang, zou ik bijna zeggen. En hoe hebben we dat nou gedaan? We zijn gestart met een dashboard op basis eigenlijk nog van de Michael Porter theorie, waarin we inderdaad de uitkomsten bovenaan de streep zetten, klinische uitkomsten, maar ook de patiëntgerapporteerde uitkomsten. Dat zetten we af tegen zowel procesindicatoren als de kostenkant. Maar we hebben aan de linkerkant, zien jullie daar casemix staan, en dan geven we dus de gebruiker zelf de mogelijkheid om eigenlijk met die data te spelen. Dus je kan hier zelf zeggen van oké, ik selecteer hier alleen de mannelijke patiënten van boven 60 die eerder hartchirurgie hebben gehad, bijvoorbeeld bij dit ziektebeeld. En dan zie je meteen boven en onderaan de streep de data mee veranderen. Maar wat het
ja, pas echt interessant maakt en ook die stap naar primair proces zet. Dat zien jullie aan de rechterkant. Daar gebruiken we process mining voor. Dus eigenlijk een manier om zorgactiviteiten snel inzichtelijk te maken. En door dat te koppelen ook aan die uitkomsten en die kosten- en procesindicatoren, heb je dus een manier waarop je kan zeggen van, nou, laat me nou eens inderdaad van deze case mix zien hoe dat proces eruit ziet. Waar zitten daar de bottlenecks? Dat is één. Maar ook inderdaad, laat me nou eens die patiënten zien, die top 10 die het snelste door het proces lopen, klopt dat dan ook dat die uitkomsten beter zijn en dat die kosten lager zijn? Dus je hebt eigenlijk een hele mooie tool waarmee je op alle mogelijke manieren kunt analyseren. Nou, we zijn destijds met één ziektebeeld begonnen. En dat beviel heel erg goed. Maar bij heel veel ziekenhuizen denk ik tegenaan lopen is dat je dan vervolgens moet gaan opschalen. En hoe ga je dat nou doen? Hè? En zonder heel erg afhankelijk te zijn van jouw IT-afdeling. En daar hebben we het volgende op verzonnen. Ik heb net al die 80-20-regel genoemd. Wij hebben gezegd 80% is generiek. En dat gaat zowel voor case mix, uitkomsten als die kosten- en procesindicatoren. 20% is specifiek en dat mag je als inhoudsdeskundige ook zelf inbouwen. En nou, dat zijn we eigenlijk niet gewend. Hè. We zijn gewend om een vraag te stellen aan de IT-afdeling, dan wordt er iets gebouwd. En vaak voldoet dat niet helemaal aan de verwachtingen. Want ieder zijn eigen vakgebied. Dus wij hebben nu één dynamisch dashboard ontwikkeld. En we geven zelf de inhoudsdeskundige de mogelijkheid om met die inhoud aan de slag te gaan. En dan kan ik nog even laten zien hoe dat dan inderdaad uitziet. Ik heb hier één, het is allemaal in de vorm van een mock-up, hè, maar dat hadden jullie al gezien. Maar als je dan van één zorgpad naar een ander zorgpad gaat, ja, in dit geval natuurlijk IBD, waar we het heel vaak al over gehad hebben vandaag, dan zie je alle witte puzzelstukjes eigenlijk automatisch veranderen. En hoe dat dan in de praktijk werkt, is dat wij een hele goede dataverzamelingstool, die heel intuïtief is, die delen we dus met die inhoudsdeskundigen. Die trainen we in de vorm van workshops en opleidingen om zelf die 20% in te bouwen. Dus zij zijn ook zelf verantwoordelijk voor die 20% specifieke definities. Dat wil je als IT'er helemaal eigenlijk niet zijn. En die 80% die delen we dus met alle zorgpaar, die zitten er standaard in. En die 20% die kun je dus gewoon in eigen beheer maken en daar ben je dus zelf ook verantwoordelijk voor. Dan wil ik nu nog even het woord geven aan Marieke. We zijn bijna door de dia's. Dus voor IBD hebben wij een ziektespecifiek formulier in ons EPD, waar eigenlijk die uitkomstenset in staat. En dit bestaat in Maastricht al sinds 2013. En het grappige is, hè, mijn collega's hier hebben met een ander systeem eigenlijk ongeveer dezelfde uitkomsten zetten. We moeten het nog een beetje mappen, maar in Groningen, in Epic, doen ze precies hetzelfde als wij in Maastricht. Dat komt omdat we zo lang al samenwerken met die registries. En eigenlijk met die uitkomsten set begonnen zij met wat deden we vroeger al. En we hebben dat gelukkig vanuit een aantal onderzoeksprojecten gezorgd dat vrij gestandaardiseerd is gebeurd. We hebben een digitaal platform gemaakt voor de patiëntuitkomsten. Dat is mijn IBD-coach. Daar zit ook de volledige generieke prom in. Dus mensen vullen dat. Mensen die de IBD-coach gebruiken, met wie het goed gaat, hoeven nog maar één keer per jaar naar het ziekenhuis te komen. Dat is echt een e-health zorgpad. En daarin vullen ze de proms en de leefstijlfactoren in. En deze data kunnen we samen analyseren. De IBD-coach heeft in zich een spreekkamer-dashboard. De gemeenschappelijke uitkomsten gebruiken we in een IBD-uitkomsten-dashboard. En nu gaan we dus met Zorgladder kijken of we dat ook op een landelijk niveau kunnen doen. En we kunnen het ook gebruiken voor onderzoek. De meeste mensen hebben daar toestemming voor gegeven. En dat doen we met een federated data model. Dus dat proberen we in de cloud te doen met de personal health train en samenwerkend met Health Array. Om daar een keuzehulp van te maken. En dan maken we gebruik van SAP in Maastricht, Epic in Groningen, de IBD Dream database, wat eigenlijk een registry is, en Epic in het Radboud Ziekenhuis en dan het digitale platform. Dus eigenlijk door te beslissen wat de uitkomstenset is, en we starten met de basisgegevensset zorg, gewoon de standaard SIPs, die zijn helemaal niet IBD-specifiek, plus die IBD-set. En met een federaal datamodel gebruikmakend wat we geleerd hebben in het ICC, dat is onze landelijke researchgroep waar we ooit met het parelsnoer mee begonnen zijn. Toen hadden we aan de minister gevraagd in collega's in 2000 en,
6, geloof ik, of 5, of we niet alle UMC's hetzelfde EPD konden krijgen met standaard set. Is niet gebeurd, maar gelukkig zijn we dus nu toch in staat om dit te doen. Gebruikmakend van kennis die we op hebben gedaan in het parelsnoerproject, in het IBD-programma van de NFU. Maar ook nu gelukkig samen met de patiënten of met onze beroepsvereniging, die ook een uitkomstgerichte zorgcommissie heeft in onze IBD-commissie. Kunnen we eigenlijk samen, en niet vergeten de patiëntenvereniging, hè, die is hier echt heel, heel actief bij betrokken, kroonkolitis.nl, maken we eigenlijk een lerend netwerk van zorgprofessionals en mensen met IBD met als doel de uitkomst te verbeteren door een integrale benadering en door data-analyse. Dus dit was eigenlijk wat wij graag met jullie wilden delen. En ja, als er vragen zijn, dan horen we die graag. Ja, er zijn in ieder geval al een aantal vragen online. Ja, even kijken. Wat is de dataverzamelingstool die net genoemd werd? Mm-hmm. Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Inderdaad, ja, we gebruiken daar dataverzamelingstool CTQ voor. Die heeft eigenlijk twee mogelijkheden. En die gestructureerde data op een hele goede manier verzamelen. Maar ook die ongestructureerde data. Dus met behulp van text mining kunnen we daar dus ook data in verzamelen. Die gebruiken we bewust niet in die dashboards. Maar we gebruiken dat wel om bepaalde kwaliteit en volledigheid checks te doen. Dat we bijvoorbeeld zeggen van oké, we hebben een heel mooi veldje voor tabakstatus bijvoorbeeld. Dat staat op onbekend of op nee. We zien in de vrije tekst dat de patiënt 3 pakjes per dag rookt. Dus dan kun je heel snel terugkoppelen van volgens mij klopt hier iets niet in het primair proces. Zodat je heel kort op de bal kan zorgen dat die datakwaliteit en volledigheid gewaarborgd wordt. Ja. Ja. Toevallig nog vragen uit de zaal, anders heb ik ook nog zelf een aantal vragen aan Wim en Marieke voorbereid. En we hebben nog een... Ah ja. Ik zal even... We hebben een hele mooie catchbox hier. Deze kunnen we rondgooien, dus hier komt ie. Ja, dankjewel. Jorg Oldens, uroloog ben ik. Eigenlijk een beetje een organisatorische vraag. Jullie zijn met 4 ziekenhuizen begonnen met een stichting Zorgladder. Vanuit de dataset uitkomstgerichte zorg. Is dat dan onderdeel van het programma uitkomstgerichte zorg? Is het een initiatief van die 4 ziekenhuizen? En ik neem niet aan dat jullie vrijwilligerswerk doen. Hoe is de financiering ervan gewaarborgd? Oh ja, misschien moet ik eventjes... Dit is historisch, dus er zou een uitkomstenset IBD worden. En die uitkomstensets worden wel heel... Dat wordt gecoördineerd door de FMS. En daar worden eigenlijk alle GMA mee bij betrokken. Dus de beroepsvereniging, de NFU, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, maar ook de chirurgen, de diëtisten, de psychologen, de patiëntenvereniging. Dus daar is echt heel breed in het veld zijn er afgevaardigden gezocht om aan die commissies deel te nemen. Daar zijn echt een... Tessa heeft daar ook aan geholpen. Hè. Jij vanuit ik vanuit de NFU en jij vanuit de NVMBL. Maar wat wij hebben gedaan in die commissie gezegd, maar we doen al zoveel. Er is al een implementatie in een aantal ziekenhuissystemen. We hebben een aantal registries die we hebben lopen, waar we hele zinvolle informatie uithalen. En er zijn al een aantal digitale platforms. Laten we die nu eerst eens een hele lange rij maken van wat we al doen. En dat bediscussiëren. En dat is heel democratisch gegaan. Ze hebben een heel mooi proces in het programma om te kijken wat nu die key beslismomenten zijn in de dagelijkse praktijk. En toen zijn we uit die lijst gaan kijken van, goh, missen we nog iets? Wat sluit het beste aan? En hoe kunnen we het minimaal houden, dat het niet te groot wordt? Dus eigenlijk toen wij begonnen, hadden we een set, helemaal onafhankelijk door dit programma gemaakt. Maar we hadden ook al een aantal implementaties. En eigenlijk wat we nu... Dat is zeg maar buiten het programma zijn we eigenlijk al in staat om een heleboel data gepoeld te analyseren. Omdat heel veel mensen uit ons vakgebied hier al heel erg lang mee bezig zijn. En dan kan Marijn misschien vertellen waarom jullie bij deze 4 ziekenhuizen uitgekomen zijn om te starten. Ja, ja. En ik denk om nog even terug te komen ook op de vraag specifiek. Deze set komt inderdaad, en de vraag voor dit project komt inderdaad uit het programma Uitkomstgerichte Zorg.
Zoals net al ook in de plenaire sessie werd verteld, is volgens mij het streven om voor eind volgend jaar 35 van dit soort trajecten in kaart gebracht te hebben qua datasets. Voor dit jaar waren dat er een stuk minder, maar waar een van die datasets was wel inderdaad IBD. En het wordt dus ook gefinancierd vanuit het ministerie. En ik denk dat het goed te benoemen is ook dat de ziekenhuizen die hier aan meedoen, dat het wel echt uit eigen motivatie is. Vrijwillig eigenlijk meewerken hieraan. Hoe we bij deze vier ziekenhuizen destijds uit zijn gekomen, was helemaal op het begin. Toen was ik nog niet direct betrokken bij dit project. Ik ben precies daarna betrokken geraakt. Dit was destijds nog met Anouk. Maar dit waren dus ziekenhuizen die graag hieraan mee wilden helpen. Het was niet dat het moest, maar echt ziekenhuizen die met uitkomstgerichte zorg bezig wouden. En specifiek IBD. Ja. En ook, we wilden niet alleen maar academische of niet-academische ziekenhuizen. Het was wel belangrijk dat het... dat het een pool daarvan was. Hè? En ook een aantal ziekenhuizen die al heel lang gestructureerd werkten. Maar ook een aantal van deze ziekenhuizen die nog geen ziektespecifieke gestructureerde implementatie hadden. Want we wilden juist leren van de goede voorbeelden, maar ook van de mensen waar er nog meer werk moest gebeuren. Hoe je die daar het beste kan ondersteunen om dit verder te brengen. Ja, ik denk als de box even naar voren gaat... Mijn naam is Esther Snoek. Ik ben werkzaam voor lijn 4 binnen het programma. Jullie hebben gekozen voor 5 indicatoren om daar mee te starten. Logisch ook. Hebben jullie 1 de ambitie om dat nog uit te breiden? Dus ook de andere indicatoren op te nemen en ook andere ziekenhuizen te laten aansluiten? Dat is een hele goede vraag. We hebben inderdaad in eerste instantie dus voor die 5 leer- en verbeterhypothesen gekozen. Ook vanwege de scope van het project en de grootte van de totale dataset. Wat wij hierin ook belangrijk vonden was om eerst lokaal eigenlijk te gaan kijken hoe werkt het als we deze uitwerken. En om vanuit een werkende basis verder uit te gaan bouwen. En dat kan inderdaad op 2 manieren. Dus we kunnen aan de ene kant de dataset verder erbij gaan pakken bij deze 4 ziekenhuizen. Of aan de andere kant meer ziekenhuizen hierbij gaan betrekken. We zijn op dit moment nog heel erg aan het kijken wat speelt er op dit moment binnen de IBD. Er zijn best wel veel ziekenhuizen zijn ook geïnteresseerd in wat we doen en willen hier ook graag aan meewerken. Dus op dit moment zijn we echt ook nog bezig dus met het stukje ook de dashboards maken. Maar we zijn druk bezig ook om te kijken wat wordt de vervolgstap hierop. En uiteindelijk die landelijke opschaalbaarheid, dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Dus we doen ons best om daar ook alle lampen voor op groen te zetten. Maar misschien, je hebt het dan specifiek over het ladder. We hebben een vakgebied waar best wel heel veel interesse is vanuit verschillende initiatieven, waar we nu eigenlijk ons best doen om die zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Dus zeg maar, er zijn, ik denk sowieso 9 ziekenhuizen die al een grotere standaard set voor IBD gestructureerd registreren in het primair proces met verschillende systemen. Er zijn nu ook 2 digitale platforms voor de patiëntuitkomsten bij IBD. Als ik kijk bij ons IBD-coach-initiatief zijn 20 ziekenhuizen aangesloten, waarvan 14 heel actief. Dus alleen dat al doet ongeveer 15% van de IBD-populatie in Nederland. Daar zit ook die generieke PROM in. Nu moeten we alleen kijken, zijn we gewoon aan het kijken wat de beste manier is om samen te kunnen werken. Dus ik ben er zelf van overtuigd, maar dat is een persoonlijke mening buiten dit programma, dat je voor onderzoek dat best met een federaal datamodel doet. Dat je al die data laat waar het is en het in de cloud analyseert per onderzoeksvraag. Dus dat is buiten dit programma om grote subsidies die wij via TKI gekregen hebben. Maar we zijn ook aan het kijken voor alle registries die er zijn om juist dat goed gebruik van geneesmiddelen te verbeteren. Kijken hoe kunnen we zorgen dat we gewoon poli kunnen doen. Niet te veel werk hebben, maar die data ook kunnen hergebruiken om al die research gaps op te lossen. Dus ik denk dat er veel meer gebeurt. En dat je kan zeggen dat 9-10 ziekenhuizen eigenlijk die volledige set en een veel grotere set al gestructureerd verzamelen. Maar we zijn inderdaad echt nog aan het zoeken hoe we dat op de beste manier kunnen bij elkaar brengen. En wat er ook nog niet zover is, is dat de beroepsvereniging en de patiëntenvereniging meebeslist hebben
In hoeverre je wil, maar daar kan Tessa misschien ook nog bij antwoorden, in hoeverre we er het al over eens zijn dat je transparante dashboards wil maken voor iedereen. Dat is denk ik een beslissing die bij de beroepsvereniging ligt. Toch? Of misschien kun jij daar iets bij zeggen, Tessa? Of, nee, oké. Okay. Zijn we het over eens? Ja, ja, ja. Ik zie daarachter nog een vraag. Marjoleine Bergers, Icacia Ziekenhuis. Ja, prachtig initiatief en ook heel mooi dat je die dashboards ontwikkelt. Maar hoe voorkomen we dat je voor elke uitkomstset die er straks gaat komen aparte dashboards krijgt in aparte tools en je als ziekenhuis dus nou ja, op een gegeven moment het bos niet meer ziet, of door de bomen het bos niet meer ziet? Een goede vraag, zeker een goede vraag. Ik denk dat misschien Wim daar ook iets meer over kan vertellen hoe zij dat nu bij het MUMC hebben aangepakt. Ja. Ja, dus inderdaad, wat ik net al in mijn stukje noemde. Ja, dat was voor mij het allerbelangrijkste. Dat wij niet per ziektebeeld een apart dashboard moesten gaan bouwen. Hè. Als je dat al voor elkaar krijgt, zeg maar, technisch gezien, qua beheer is dat al een nachtmerrie. En dan heb ik het puur alleen maar over de techniek. En eigenlijk gaat het om de inhoud. En je wilt ook dat het bij de inhouddeskundige blijft liggen. En daarom hebben wij dus volledig gefocust op dat ene dynamische dashboard. Wat mogelijk maakt dat de inhoudskundige zelf dus die 20% vullen. En ik denk dat dat ook het geheim is hoe we dit landelijk voor elkaar kunnen gaan krijgen. En maar misschien wat leuk is dat wij de eerste 12 zorgpaden waar we in Maastricht mee gestart zijn al voor dit programma de informatiebehoeften heel goed onderzocht hebben en die zijn we gaan mappen. En wij waren er zelf van overtuigd, maar er was toen nog een expert opinie of een mening, zonder dat we daar echt onderzoek naar hadden gedaan, dat 80% van de allerbelangrijkste informatie hetzelfde is. Hè. Iedereen wil weten of iemand rookt, iedereen wil opleidingsniveau weten, iedereen wil comorbiditeiten weten en qua uitkomsten wil bijna iedereen hospitalisatielagen, spoedopnames, mortaliteit. Er zijn heel veel dingen die helemaal niet zo verschillend zijn tussen ziektebeelden. Dus toen hebben we dat helemaal uitgezocht voor de eerste 12, dat gemapt. En toen kwamen we ook ongeveer wel op 80% generiek. Hè. Misschien bij premature baby's dat het wat anders is, maar voor de grote ziektegroepen is dat echt zo. En het leuke was dat die vier eerste uitkomsten set van het programma, dat daar ook bij aansloot. Dat was dan onafhankelijk van ons gebeurd, maar dat paste ook mooi. En hier zie je een vraag van, kun je het ook naar de eerste lijn uitrollen? En ook naar de paramedici, maar ook daar wil iedereen weer weten, spreekt iemand Nederlands, zit hij in een rolstoel, kan iemand horen, zien, hoeveel weegt iemand, wat is de lengte. En als we nu eens daar beginnen met een goede standaard en dan de systeem, ja, in mijn opinie, dat gaan beheren, bijvoorbeeld bij Nictis of weet ik veel, dat is niet aan mij om dat te beslissen, met goede standaarden en tegen alle digitale systemen zeggen, ja, maar in Nederland vinden we dat je toch tenminste dit moet kunnen standaard registreren en uitwisselen. Volgens mij kunnen we zo stappen verder komen. Niet bij het meest van mijn ziekte is het moeilijkste en dit moet je zeker hebben. Maar eens beginnen, waar helpen we nu elkaar? Want dan krijgen we die registratielast naar beneden. Dat is hoe ik denk, maar ik weet niet wat jullie... Ja, het is voor de mensen die online meekijken wel handig als de microfoon er is. Dat hij het doet. Ja, Mark Muro, plastisch chirurg in het Erasmus MC. Het meten van uitkomsten, dat is superbelangrijk en goed. En ook mooi hoe jullie het al hebben georganiseerd. Dat doen we om samen beslissen, of in ieder geval het gesprek in de spreekkamer beter te krijgen. Maar ook, je hebt het al mooi gepresenteerd, om de zorguitkomsten uiteindelijk te verbeteren. En daarmee denk ik ook, dat heb je ook even aangestipt, zorggebruik te verminderen. En dus ook kosten te verminderen, complicaties te verminderen, kosten te verminderen. Er staat wel in die dummy grafieken van jullie iets over kosten. Maar hoe meten jullie dat? En hoe zetten jullie dat tegen elkaar uit? Want ik zag jou, de waarde is uitkomsten gedeeld door kosten. De uitkomsten gedeeld door kosten. Mm-hmm. Zoals Aitjom, Portret heeft gedefinieerd. Maar volgens mij is dat precies verkeerd om. Je moet namelijk kosten per uitkomst. Zoals in kwaliteit, dus kwaliteit, kosteffectiviteitsonderzoek wordt gedaan. Dus euro per quali of wolly of dolly. Mm-hmm. Whatever je uitkomst. Dus hoe is jullie visie hierop? Wim, ik ga jou technisch, jij denk ik het beste antwoorden? Ja, ik heb heel bewust maar 3 slides aan dat dashboard besteed. Want ja, we kunnen hier een uur ook praten over de kosten. We kunnen een uur praten over de processen. Ja, over de kosten misschien 2 uur. Ja, ik zag ook al een vraag binnenkomen van Thijs. Inderdaad, dit is ook echt wel een dingetje nog. Dat ook de kosten, wij
Wij doen het nu op basis van de integrale... Niet over kosten hebben, maar over kosteneffectiviteit. Ja. Dat is iets anders dan kosten. Ja, klopt. Maar ja, daar heb je wel de kosten voor nodig. Hè? Ja. Dus dat is, ja, dan zal ik er niet dieper op ingaan hoe we dat technisch doen. Hè? Ja, misschien wel nog voor die vraag. Je kunt eigenlijk alles wat er gebeurt terugkoppelen aan je zorgtraject, hè, in het ziekenhuis. Ja. Dus je kunt in je dashboard gewoon de kosten van patiënten in een zorgtraject gaan uitzetten tegen de uitkomsten. En dan is het natuurlijk moeilijk om te kijken, ja, wat is nu waarde voor die patiëntengroep? Wat wij over het algemeen het principe hebben, is dat je kijkt of je één hoofd klinisch eindpunt kunt hebben. Wat je denkt dat het allerbelangrijkste is voor een bepaalde aandoening. En één allerbelangrijkste patiëntuitkomst. We hebben hier voor chronische colitis dan de IBD-control. Dat is echt een echte prom die goed ontwikkeld is. En dat je dan kijkt van, je verdeelt je ziektebeeld in bepaalde groepen en kijkt dan wat die evolutie van die patiëntuitkomst over de tijd is. Of je clustert patiënten en kijkt dan van, deze patiënten heeft deze patiëntuitkomst en deze kosten. Wat we ook doen is de EQ5D's registreren. Dus dan kun je met alle kosten erbij en in de patiëntenvragenlijst naar indirecte zorgkosten kun je volledige cost-utility-analyses doen. Maar dat kunnen we niet real-time in het dashboard. Dat is denk ik ook niet nodig. Nee, maar dat kunnen we wel bij specifieke vragen. Hebben we gezorgd dat we de uitkomsten registreren. Ik had gezien voor alle vierde partijen in het zorgstelsel. En wij zeggen, we moeten zorgen dat we bij elk zorgbad een volledige cost-utility-analyse kunnen doen. Ja, maar tegen de achtergrond van de stijgende zorgkosten die naar 300 miljard gaan de komende 30 jaar, als we niks veranderen. Nee, precies. Hebben we dat echt wel nodig om keuzes te maken? Zeker, maar je kunt ook wel veel dingen al heel simpel doen. Bijvoorbeeld in de zorgpaden wil iedereen verbeteren. En eigenlijk heeft iedereen dan uiteindelijk gaan ze eerst hun oude proces doen. Dan kijken wat er beter moet. Dan maken ze een nieuw proces. Zeggen ze, ja, nu hebben we 3 extra verpleegkundigen en een arts en een digitale tool nodig. Ja, krijg je meer werk. Dus wij proberen wel heel erg ook te sturen van, begin nu eens met in grote lijnen te kijken wat je doet en wat de urgentie is om te herontwerpen. Dus in grote lijnen je zorgcirkel, niet tot in elk detail. Breng dan in kaart waar je directe zorgkosten zitten. De grote groepen ook niet heel in detail. En als je dan in oplossingen denkt en er moet iets bij, bedenk dan wat je niet meer gaat doen. Dus zo hebben wij zelf met onze IBD-coach traject, krijgt veel meer uitkomsten. Iemand moet daarna gaan kijken. Dus hadden we bedacht, wat gaan we dan niet meer doen? En we dachten, ja, die geneesmiddelen, we vinden al dat we goed nadenken. Diagnostiek leek helemaal niet zo duur te zijn in ons vakgebied. Dat viel reuze mee. Geneesmiddelen en herhaalconsulten. En toen dachten we, ja, eigenlijk doen we best wel veel routinecontroles. Als we daar nu eens mee stoppen, dat wilden de patiënten ook niet. Hè? Dus onze patiëntenklankbordgroepen vonden korte controles waar alles goed gaat, daar willen ze helemaal niet voor naar het ziekenhuis komen. Of in ieder geval veel mensen niet. Dus zeggen we nu, als we iemand in die app doen, zodat we leefstijl, of als iemand kiest voor het e-health-zorgpad, dan hoeven ze van ons nog maar 1 keer per jaar te komen. En dat is dus een financiële reden, die 1 keer per jaar. En je moet je dot kunnen scoren, anders dan doe je het gratis. Maar ze mogen vaker komen als mensen zich onveilig voelen. Maar vroeger kwamen mensen eerst 4 keer per jaar en toen toch tenminste 2 keer per jaar. Dus we hebben een enorme daling in onze herhaalconsulten. Dus je kunt volledige cost-utility-analyse doen, die was uiteindelijk ook positief, maar door gewoon je gezond verstand te gebruiken en bedenken, als ik iets extra's doe, moet ik met iets anders stoppen, kun je eigenlijk ook al heel veel bereiken, zeg maar. Nee, zeker, duidelijk. Ja. Maar zeker in het licht van al die moderne protocols, en dat jij zegt van, ze voegen eigenlijk, of ja, we weten eigenlijk onvoldoende wat ze nu precies toevoegen, behalve dat het 3 keer zo duur is geworden. Moet je wel de analyses kunnen doen. Dat is misschien voor het programma de generieke prom. Hè? Dus nu moet je de promise-vragenlijsten vragen. Die normalisatie, om dan niet ook nog die EQ5D, want die is voor patiënten echt niet leuk om in te vullen en voegt voor hun niks toe in de spreekkamer. Dus om te zorgen dat we met de promise-vragenlijst de cost-utility kunnen doen, dus zou een hoge prioriteit kunnen doen met de generieke prom. Dus ik hoop dat het programma dat misschien mee kan nemen. Het zou ons helpen. Is die er al? Oké, en voor de kwaliteit van leven die in de generieke prom zit, of niet? Voor een combinatie van de uitkomsten die in de profiel 29 van de prom zitten. Oké. Okay. Ja. Omdat het helemaal te pas waar is op die set, dat blijft altijd op de vraag. In het Erasmus MC is daarom ook voor het... Misschien,
die inderdaad eventjes... Ja. Dus mensen online. In plaats van EQ5D, omdat het juist voor de patiënt in de spreekkamer niks toevoegt, is er, en omdat die er dus al was, ja, is de promise gekozen om daar in ieder geval utiliteiten mee te kunnen en om formeel cost utility analysis te kunnen doen. Ja. Uiteindelijk, als je dus keuzes wil gaan maken of moet gaan maken, ik denk niet dat het een kwestie van willen is, ja, op een gegeven moment moeten we. Het is natuurlijk wel lastig hoe je dan zo'n cost-utility-analyse in een dashboard weergeeft. Hè? Daar zit je dan... Daar is het niet voor bedoeld. Nee, precies. Nee. Patiënt, het is voor... Maar wij bedoelen je groepsdashboard. Hè? Je hebt je zorgpas-dashboard. En als je zegt totale kosten en gesplitst in bepaalde subgroepen... geeft al heel veel inzicht. Maar daar kan je dat moeilijk bij zetten, zeg maar. Mm. Ja. Ik denk dat het een hele goede discussie is. Maar ook omwille van de tijd misschien handig om nog... kijken of een aantal andere onderwerpen ook aan bod kunnen laten komen. Zelf ben ik nog wel benieuwd. We zijn natuurlijk met grote datasets bezig. En de angst aan de voorkant hiervan is altijd... gaat hierdoor de registratielast niet hoger worden? Zou je daar wat over kunnen vertellen, Marieke? Wel als je het slecht, doet. Hè. Dus ik denk toch in het programma en in heel Nederland beslissen... Wat is nu dat basisdossier? Wat elke die basisgegevens, het zorg of de European Patient Summary, legt daar een ei over. Dat we dat allemaal in alle systemen op dezelfde manier vastleggen. Dan krijg je een patiënt en dan is in de meeste gevallen een heel groot deel al ingevuld. Zodat jij veel vaker alleen maar je ziektespecifieke deel moet doen. Als we zo gaan werken wel. En als we daar inderdaad heel strak de governance op gaan bewaken... dan hoeft de registratielast niet naar beneden te gaan. En ook als je heel goed kijkt, wat kunnen mensen zelf invullen... dat niet iedereen het dubbel doet en dat die data uitwisselbaar wordt. Dus onder die voorwaarden gaat de registratielast zeker niet omhoog. Ik denk zelfs omlaag. Maar dat vergt wel heel sterke sturing. Mm-hmm. Ja. Dus dat... Ja. 5 minuten. Zijn er nog vragen uit de zaal? Ja. Ik had eigenlijk nog een... ik ben Danee, ik werk als onderzoeker bij het Erasmus MC. En ik had eigenlijk nog een vraag over uw hobby, het Europese gedeelte. Want u gaf net aan van ik werk graag op Europees niveau samen. En wat ik nu hoor is dat deze vragenlijstzetten eigenlijk allemaal heel erg specifiek zijn voor Nederland. En net werd ITOM al genoemd. Wat maakt dat de keuze niet is gemaakt om meteen op Europees niveau te kijken voor het maken van een set? Nou, die waren er gewoon niet. Wij zijn gewoon veel verder en veel eerder begonnen voordat ze daar in Nederland aan toe kwamen. ITOM is vaak redelijk paternalistisch. De patiëntenparticipatie is helemaal niet zo groot. Ik denk dat we in Nederland een goede track record hebben om echt met de mensen aan tafel te gaan zitten en te kijken wat willen die nu echt. Dus de proms die daarin voorgesteld worden, zijn vaak ook niet de proms. En er is gewoon ook daar een grote versnippering op ons vakgebied. Dus de Europese beroepsvereniging was nog lang niet zo ver. Die zijn daar nu pas om gecodeerde data vast te gaan leggen. Ik denk, ja, waarom niet? Omdat wij in Nederland gewoon al meer gedaan hadden en verder liepen, dat die initiatieven vaak pas achteraf daar kwamen. Maar als je gaat kijken, is het allemaal zo helemaal niet zo verschillend. Is het redelijk makkelijk naar elkaar te mappen? Hebben we vooral nodig dat we afspreken met welke standaard gaan we dan werken? Hè? Wordt het nu OMOP, wordt het nu OpenAIR of weet ik veel wat? En dan kunnen we eigenlijk alles gemeenschappelijk analyseren. En is dat probleem zo opgelost? Oké, dank u wel. Misschien nog tijd voor een laatste vraag. Willem Molenaar, MDL-arts. Mijn vraag is, wordt er nu al reeds rekening gehouden met de vraag over 10 jaar of uitkomstgerichte zorg werkelijk dat heeft gebracht wat we ervan verwachten? Met andere woorden, het is bijna niet ethisch, maar is er een prospectieve controlegroep? Dan mag jij beantwoorden. misschien maar voor mezelf. Ik ben eigenlijk begonnen in de moleculaire genetica echt in 2001 of zoiets. En wij konden geen uitkomsten voorspellen met genen, omdat als je kijkt wat er vastgelegd was, gewoon heel slecht was. En als je kijkt wat we nu al kunnen voorspellen door dat veel beter te doen, ben ik wel er echt van overtuigd dat we nog veel... in ieder geval onzinnigheid eruit kunnen halen. Door kritisch naar je data te kijken, heb ik de labcontroles in mijn eigen ziekenhuis. En ik denk dat voor mijn collega's geldt
al. En vroeger prikten we bij thioprines elke 3 maanden. Nou, nu nog maar elke 6 maanden. Volgens mij is 1 keer per jaar ook genoeg. Dus ik denk dat het zeker nog een heleboel kan opleveren. Ja. Misschien jij ook vanuit het programma. Ja, om te kijken over 10 jaar, wat je zegt, of de controlegroep zoals jij hem nu benoemt op zit, dat zou ik niet durven te zeggen. Het is natuurlijk ook geen wetenschappelijk onderzoek wat we doen met uitkomstgerichte zorg, maar het is wel echt het geloof dat wat we doen natuurlijk de goede stappen zijn. Maar of er inderdaad een bepaalde controle zit waarop we over 10 jaar kunnen zeggen, heeft het gewerkt of niet, nou, dat is volgens mij niet. Ongetwijfeld iemand opstaan die vraag gaat stellen. Waarschijnlijk wel, ja. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Ik denk dan. Ja, dan zijn we denk ik aan het eind. Iedereen super bedankt voor jullie mooie vragen en aanwezigheid.